Hey, superleuk dat je bij deze nieuwe video bent. Vandaag heb ik weer een weekvlog. In deze week woon ik een weekje samen met Stan, wat super gezellig is. En ben ik lekker vakantie aan het vieren met mijn vriendinna. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel naar mijn video's. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Goedemorgen, het is maandagochtend. Gisteren ben ik uit eten geweest, heel erg lekker. Nu heb ik een soort van een hele kleine minikater. Je weet wel dat je net één fles wijn op hebt, per persoon. Meer zelfs. En wordt toch niet heel fris wakker. Nou, dat heb ik dus zeg maar nu. En dat is allemaal niet erg hoor, het is prima. Ik heb alleen om 12 uur de sportschool gereserveerd. En ik denk dat ik dat niet ga halen. Maar misschien ga ik even iets later, gewoon om 3 uur of zo. Ik kijk wel even. Goed, ik ga even werken, editen. You know. Het is dat. Alrighty. Het is inmiddels 11:45, half 1. Ik heb me even omgekleed. Ik heb even een chillpak aan. Want we gaan even auto's terugbrengen en omwisselen. En ik heb echt zo'n lelijke buist. Die heb ik dus net uitgeknepen. En ik heb hier ook. Echt, mijn huid is zo slecht. Wat de fuck? Het is echt niet normaal. Oh, wat lelijk. Maar goed, morgen komt Stan hier eindelijk weer terug. Ik kan niet wachten om haar te zien. Ik heb hem zo erg gemist. Maar goed, ik heb wel heel veel leuke dingen gedaan met mijn vriendin, dus dat scheelt. Ik wacht eigenlijk op Anne als ze hem op komt halen. Ik heb vanochtend even gewerkt achter mijn laptop. Ik werd heel erg misselijk van al die letters. Je draaide helemaal in mijn hoofd. Nou jongens, ik ben ook even naar de Kruidvat geweest met Anna. En hebben we even de Kruidvat leeg gekocht. Ik zal zo even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Maar ik ga eerst even wat eten. Ik heb even een wrapje gemaakt. Oké, het is inmiddels 5 uur. Ik heb de hele dag in mijn bed Outer Banks gekeken. Gechilled en niks gedaan. Boeien! Ik heb hier een tas vol met spullen van de Kruidvat. Het zit in een action tas, maar ik heb het bij de Kruidvat gehaald. Als eerst was de Batiste in de aanbieding. Dus ik had er 4 gehaald. Deze is voor dark hair, dus ik ben heel erg benieuwd. Toen had ik smintjes, want I love them. Ik had Garnier reinigingstonic, want die was bijna op en dit is mijn favorite. Lippenbalsem. Paracetamol met cafeïne. Ik had dus gehoord van een vriendin van Anne dat dit beter werkt. Of sneller of beter. Waarom is dit nou kapot? Waarom gaat het altijd anders ding bij mij kapot? Dus dat. Een Garnier Rose Gold dagcreme is mijn favoriet. En die was op. Tampons. Altijd handig. Een mooi lipglossje. Ik wil even een lipgloss met een kleurtje. Vitaminepillen. Die heb ik op TikTok gezien. Vitamine D20 en vitamine C80. Dus dat. En Aleve. You know for girls. En mascara. Dat was het. Het was in totaal 50 euro. En dat heb ik altijd. Ik wilde eigenlijk alleen die dag gaan halen. Maar ja, dan komt er een hele shit zo altijd uit. Dus ja, wat gebeurt. Nou jongens, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb hem even opgemaakt en omgekleed. We hebben, oh my god, zoveel lekkere sushi. En we gaan een mukbang opnemen. Ja, met truffel mayo. Dit had die gyoza's en zo. Ja. En dit, die gerandeerde zalm. En die crunchy. Oh, lekker ijsje. Lekker. Nou, we hebben net een mukbang gefilmd, was echt leuk, hè? Ja, dat was echt fucking lekker. Ja, lekker. We hebben echt een dinner dip. Ja, we zitten echt zo. Oh, ik heb nog meer water. We zijn blij dat we als avondeten hebben. Ik doe het ook wel eens als lunch. Nou, dan kan je echt helemaal niks meer. Nee, dan eet ik ook niet meer. Nee, maar dit is echt perfect. Het
is ook gewoon helemaal geslagveld. En we hebben weer alleen maar vanille. Ja, heerlijk. Helemaal, het is vandaag dinsdag. Het is 3:30. Ik zit nog in mijn pyjama. I know. Maar ik ben naar beneden gegaan en ik ben alleen maar gaan werken achter mijn laptop. En toen dacht ik opeens, wow, het is 3:30. Toen dacht ik, oh my god. Ik ben gewoon nog in mijn pyjama. Maar ik ben bijna klaar met het van de vlog. Ik heb het geregeld. En dan ga ik zo meteen even douchen, klaarmaken. En dan ga ik even met Bo afspreken. En dan vanavond mijn schat hier ophalen. En dit is mijn bril. Ik krijg wel eens een vraag waar mijn bril van is. Maar deze is van Gucci. Gekocht bij Specs in the City in Alphen aan den Rijn. Ik vind het wel een leuk montuurtje. Maar ik doe hem alleen achter de laptop of achter de tv aan. Alright, het is inmiddels alweer 4:30. Ik heb mijn haar even in een staartsnel gedaan. Zo'n outfitje, blouseje, broekje met split en sneakers. En ik ga nu even gezellig naar Bo even een koffietje doen. Ik zie er niet uit. Ik heb ook echt no make-up. Maar ja, oh yeah. Jongens, het is echt super mooi weer. Ik ben de hele dag gewoon niet buiten geweest. Ik heb namelijk de hele dag gewoon gewerkt achter mijn laptop. Maar wat heerlijk. Oh my god, zo leuk. Oké jongens, ik ga echt helemaal stuk op mezelf. Ik heb echt niet normaal veel spullen ingepakt. Omdat ik natuurlijk een week bij San Corona. Maar dit klinkt echt naar zo. Ik kan ook gewoon naar huis rijden, dus Tim niet. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Maar goed, ja, dit zijn dus spullen die ik nu meeneem. Echt, het slaat ergens nergens op dit. Oké, ik ben nu bij Stan aangekomen. Eindelijk weer mijn baby. Eindelijk weer zien. Zo gemist, maar dat weten jullie. Het is super chill zoals ik al zei. Stan een week alleen thuis, dus ik ga hier gewoon lekker een week zijn. Gezellig samen. We hebben even een kopje thee gezet. We gaan even twee kijken. We gaan zo echt slapen. Want Stan is natuurlijk hartstikke moe. Het is nu 10:00 of zo. Ja, het is 10:00. Dan ga ik lekker op tijd naar bed. En morgen laat ik Stan lekker uitslapen. Dan ga ik... Ik heb genoeg te doen. Ik moet nog editen en zo. Dus dan gaan we even boodschappen doen. En dan moet ik ook nog werken morgenavond. We zouden eigenlijk morgen gaan lunchen met... vrienden, maar we dachten, nou, dat gaan we maar niet doen, want we willen gewoon even chill dagje samen. En gewoon deze week verder, want niet echt veel. Gewoon lekker chillen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben eigenlijk al een tijdje op, het is nu 11:30. Ik ben deze week dus gezellig bij Stan, maar Stan die ligt nog te slapen, want... ja, die is natuurlijk, elke dag in oog dicht gedaan daar. Dus ik ben lekker aan het werk. Ik heb geëdit en ik was 9:30 of zo mijn bed uitgegaan. Ik wil wel een beetje ritme gaan opstarten, want ik heb vanaf 6 september gewoon weer stage. Waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Maar goed, dan moet je wel een beetje ritme gaan bouwen. Ik ben nu van wat mails aan het beantwoorden en dingetjes aan het doen. Maar het is echt vet mooi weer. Dus we moeten echt wat in de zon gaan doen. Ik denk dat we even lekker gaan varen of zo. En daar heb ik echt heel veel zin in. Want we zouden dus eerst gaan lunchen. Maar ik weet niet of ik zin heb om weer te gaan lunchen. Ik wil even een keer normaal wat eten. We moeten zo meteen ook even boodschappen doen. Maar kijk hoe mooi weer het is. Echt prachtig zonnetje dat er schijnt. Maar er is bijna niks in huis. Omdat zijn ouders ook op vakantie zijn. En zijn broertje ook. Dus er is al een week hier bijna niemand. Ik heb deze letterlijk in een kaars. Ik zet mijn camera letterlijk in een kaars. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed. Ik zie er nu ook een beetje schuin uit. Maar goed. In ieder geval. Zo moeten we boodschappen doen. En ik heb lekker een koffietje gemaakt. En dan ja, ik wil Stan niet wakker maken, want ik wil hem echt gewoon zomaar laten slapen. Maar aan de andere kant kan hij ook wel tot 3:00 uur middag slapen en dan word je echt niet veel beter van. Je kan beter op een gegeven moment gewoon om 12:00 er maar uitgaan. Want anders blijf je dat ritme houden dat je tot laat gaat. En maar ja, ik snap hem wel, toen van Gerso terugkwam, dat ik ook een week lang alleen maar slapen. Dus
Maar ja, goed. Ik moet vanavond ook werken. En morgen ook. Dus dat is wel kut. Maar goed. Precies met de twee mooie dagen. Echt kut. Alright. Het is inmiddels alweer 3:15. Ik heb me even opgekleed. Ik zeg omgekleed en opgemaakt. Ik heb dit schattig jurkje aan. En we gaan even boodschapjes doen. We gaan verder niet echt heel veel doen. Het is wel mooi weer, maar... Ja, yeah. Wat moet ik doen? Ik moet weer werken om 4:30, dus dat is helemaal niet handig. Nou, ik heb nog niet echt heel veel gegeten, dus ik zou ook even wat eten nog. Oké, okay, jongens, we hebben een boodschap gedaan. Lekker nibbits, crackers, kwark. We willen een beetje weer gezond doen, dus we een beetje gezonde dingen houden. We hebben even koffie, want het koffiezetapparaat is hier kapot. We gaan morgen wraps maken, dus we hebben even een sausje, eieren, grapefruit voor de vitamine. En in de wraps hebben we kippendijfilet, we hebben barista oat, ik heb maiswafels, we hebben nog een soort koffiesmaak, ik ben benieuwd hoe het smaakt. Paprika, tomaat, sla, komkommer, wraps, rosbief, kipfilet, avocado, limoensap en rucola. Nou, echt lekker gezond allemaal. Echt top, alleen de nibbits zijn niet zo goed, maar ja, je mag ook jezelf een beetje... Ja, treat yourself, nou ik het zo zeggen. En één zo'n koffietje bevat ook maar 70 calorieën. Dus dat valt ook echt heel erg mee. Als je normale koffie maakt, is dat ook ongeveer zoiets. Ik heb lekker lunch gemaakt. Crackers met rosbief en rucola. Love it. So guys, ik ben klaar met werk. Ik ga nu snel naar huis. Ik ga namelijk even... Oh ja, dat heb ik wel. Een jas van Stan afgeven aan mijn moeder, want die is kapot. En ik ga mijn moeder even maken. En mijn koffer thuis brengen. Ik had dus vandaag iemand ingewerkt. Dat was wel gezellig. Altijd gezellig om even met iemand anders te rijden. Dat ging wel goed. Het is nu 8:00, dus zijn echt prima op tijd klaar. Ik ga dus nu naar huis. Ik heb zoveel honger. Dus dan gaan we lekker lasagne eten. Want dat had zijn moeder nog staan in de vriezer. Heel erg lekker. Dus nou, ik ga het echt naar binnen stouwen. Echt, het was ook echt een lekkere avond. Super lekker weer. Lekker zonnetje die schijnt. Dus dat is echt top. Ik denk dat we vanavond niet zoveel meer gaan doen. Want ja, voordat we gegeten hebben is het best wel laat. Het is best wel koud in die auto hier. Oh my god, kat! Waarom doe je zo eng? Ben ik al aan gereden. Morgen kan ik trouwens mijn nagels laten doen. Ze zijn zo tering ver uitgegroeid. Het is echt om te janken. Maar goed, ik kan bij iemand anders waar ik normaal niet mijn nagels laat doen. Mijn nagels dus laten doen. Want degene waar ik ben zit helemaal vol. Ja, dus dat is niks. Ik heb dus bijna die 21 dinner van Anna. Heb ik het daarover verteld? Volgens mij dus wel. En, oh nee, dat was een machine in shop nog. Maar dan is het thema dat je in één kleur helemaal gaat. En ik ga dan helemaal in het roze. Ik heb hele leuke roze hakken. Super schattig roze jurkje. Heel schattig roze jurkje. En dan wil ik dus ook roze nagels. Roze nagels zijn sowieso leuk. Dus ja, dat boeit me niet dat ik het daarvoor dan roze maak. Dus dat ga ik morgen doen. Om 11:00 heb ik dat. En daarna moet ik in de middag ook werken. Dus ik ga ook editen. Dat echt fucking mooi weer wordt. Maar ja, Stan moet werken. Dus ik weet niet eens wat ik anders moet doen. Nou, kijk wel even. Misschien ga ik wel gewoon... Ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik zou willen varen. Maar daar heb ik niet de tijd voor, helaas. Ja, misschien ga ik trouwens in de avond naar het strand met mijn moeder, mijn ouders en Stan. Dat zou wel leuk zijn. Joh, we zien het wel even. Misschien gaan Stan en ik wel lekker samen. Oké, Stan en ik hebben een soort van geprobeerd een mini borrelplan te maken. Nee, Stan niet. Nou, Stan niet, maar ik wel. En het zag er net mooier uit, alleen eerst alweer een beetje van gegeten. En we zijn Lupin aan het kijken. Daar waren we al mee begonnen, maar nooit afgemaakt. En oh my god, mijn nagels kunnen. Maar super chill. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag.
Het is best wel mooi weer, alleen ik wil echt wat doen in het mooie weer, maar ik weet echt niet wat. Want ja, ik moet denk ik vanmiddag gewoon gaan werken, want ik sta met heel veel tekort vanavond, dus helemaal weer irritant en kut. Ja, moet ik vanmiddag al beginnen. En vanavond wilde ik met standaard strand, maar ja, ik weet niet of dat gaat rijden met mijn werk, dus even kijken. En ja, ik ga zo meteen mijn nagels dus eindelijk laten doen. Ik kan echt niet wachten, want het ziet er nu maar uit. Dat is een beetje de planning, best saai dus. Ik hoop echt dat we vanavond nog naar het strand kunnen, maar klein kans. Oké, guys, ik heb me heel snel omgekleed. Het is best wel mooi weer, dus ik ga lekker op scooter. En ik heb heel veel haast, dus ik ga nu doei. Oh my god, guys, ik moest er wat voor over hebben. Het is 2 uur, ik ben nu pas thuis. Ik ben gewoon bijna 3 uur weg geweest of zo. Maar mijn nagels zijn eindelijk gefixt. Lekker roze, lekker kort. Love it. En ik ga wat eten. Ik heb gewoon nog niks gegeten vandaag. Ik ben helemaal dood. Ik heb net gefietst. Want Stan die moest even rijden van fiets en scooter. Want ik ga zo met de auto weg. Klinkt niet logisch, maar is het wel. Ik ga even, want ik ga dood. Dus ik heb even snel een lunchje gemaakt. Ik heb een broodje met rozebrief en rucola. En een broodje met kruidenkaas en avocado. Ik heb filet trouwens. Lekker. Ik ben weer thuis. Werk ging echt super chill. Het is nu 6:15 en ik ben al terug. Dus dat is echt ideaal. Ik ga nu lekker koken. En dan komt Stan zo meteen thuis. En dan gaan we nog naar Noordwijk. Ik hoop dat het niet al te slecht weer is. Het regent een beetje, maar het stond op de weer uit dat het ging opklaren. Ik ga dus lekker de wraps maken waar we gisteren boodschappen voor hebben gedaan. Dus ik laat het even zien. Nou jongens, ik heb lekker dinner gemaakt. Gaan wraps eten. Kijk hoe cute ik ben. Lekker met kip. Dus zin in. Zo mooi. We zijn lekker bij de zonsondergang in Noordwijk. Het is echt heel mooi. Love it. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik heb me al opgemaakt, gedoucht, omgekleed. Ik ga nu naar Alfa en heb ik afgesproken met Isabel en Bo. En we gaan gezellig lunchen met z'n drieën en even alles voor de vakantie bespreken. Want volgende week ga ik dus met de meiden naar Barcelona. Fucking veel zin in. Dus ja, ik neem even mijn laptop daarvoor mee. Even de spullen allemaal. Nou, ik denk dat ik wat voor heb. Dan gaan we van tour. Ik heb deze top-aan van Shein, broek van Bijls Fashion. En ik ga even sneakers aandoen. Ik heb nog niks gegeten, dus pakte ik even snel iets van een koekje of zo. Want ik ga helemaal dood van honger. Oh, ik zit lekker met mijn zussen te lunchen. Bo en ik heb lekker broodje carpaccio. Is wel lekker broodje croquet. Lekker. Heerlijk. Cheers. Peper is huis. Ik ben weer thuis. Ik heb net vanuit Alfa, ging een gezellige lunch in Alfa. Meteen doorgaan naar de Jumbo. En ik heb boodschap gehaald voor vanavond voor het avondeten. We gaan vanavond trouwens naar mijn oppasmoeder samen met Stan. Ja, ik noem haar altijd Tante Henny, want ze voelt gewoon als familie. Maar zij heeft eigenlijk mijn leven voor mij gezorgd en voor me opgepast. En ja, mijn moeder die werkte ook heel veel, dus ze was eigenlijk een soort tweede moeder. Dus ik heb een hele goede band met haar en vanavond gaan we gezellig langs. Maar ik ga vanavond zalmpasta maken. Ik heb verse pasta gekocht. Zalmfilet zonder huid. Kruidenkaas. Spinazie, pijnboompitten, hoe noem je dit, parmezaanse kaas. En ik heb van mijn tante even leuk chocolaatjes gekocht. En kookroom. En bij de pasta ga ik ook tomaatjes doen. Dus dit gaat allemaal de koelkast in. Lekker, ik heb er nog al zin in. Nou jongens, de pasta is klaar. Kijk hoe lekker. Pastaatje. Tomaat, spinazie, een beetje rucola.
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en een salmon on top. Lekker! Ik zit nu in de auto. We hebben net echt super lekker gegeten. De pasta was echt top. Oh, ik vind het zo goed. Maar goed, we gaan dus nu naar mijn tante, zoals ik had gezegd. Gewoon een gezellig avondje heen. En ja, we zullen gewoon dicht gaan doen. Zo, die zon is wel. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is trouwens helemaal geen morgen. Het is al 4:15. Ja, ik ben eigenlijk gewoon best wel op. Wat logisch is, want het is 4:00. Maar ja, Stan ging vanochtend voetballen. Ik ging editen, werken. Toen zijn we even samen gaan lunchen en gaan chillen. Ik heb foto's gemaakt voor een samenwerking. Ik heb nu dit superleuke autootje aan. Allebei van Chiquelle. En Stan en ik gaan even de scooter op, want het is echt super lekker weer. Het zonnetje schijnt echt heerlijk. En dan gaan we even ergens een koffietje doen of zo. Even kijken, een beetje gezelligheid opzoeken. Want het is zonde om op zo'n dag binnen te zitten. Hè? Zo, Stan en ik zitten echt lekker even op het terras. En de scooter opgestapt. Het is echt super mooi weer. Ik heb even een koffietje besteld. Heerlijk. Ik zit hier aan het water. Echt super chill. Ik ben de neef van Sarah. Hey, ga je nippo. Ik ben zo blauw als een aap. We zijn hier met een heleboel mensen. Alleen maar gezellige mensen. We gaan alleen maar volle bak ambiance. Wil nog iemand heel graag wat zeggen? Nee. Chris, je moet even vloggen. Chris, even in de camera kijken. Hier ook. Wij gaan volle bak ambiance. Volle bak ambiance. Hey! Niemand kent ons aan, jongen. Wij allemaal tegen. Goedemorgen, maat. Het is vandaag zondag. Het is hier vlog 2. Ik ben met Annie. Gisteren was echt super gezellig. Ik heb nog gevlogd trouwens. Ja? Feestje. Ja. En ja, ik ga vanavond lekker uit eten met mijn ouders, met Stan en mijn oma. Bij het Leeuwtje, dat is ook vorige week ook. Echt het beste restaurant ever. En ja, Anne en ik gaan even een ijsje halen of zo. Want het is echt obsessed. Absurd? Absurd, maar weer. Of obsessed? Obsessed. En dan kunnen we even een beetje een rondje lopen, joh, waar we een ijsje halen. Dus wel. Of even zitten. Helemaal gezellig. Ik heb me klaargemaakt en mijn haar opnieuw gedoucht. Mijn haar gekruld, ja.
Het is een beetje strakke krul nog, maar het gaat er nog wel uit. Hé, mijn ouders zijn daar. En ik heb een jurkje aan, laat maar gaan. Hè? Oh jongens, wij hebben dus een lekkere plank met allemaal vis. Mosselen, kreeft, garnaaltjes, oestertje, kokkie, helemaal lekker. Hallo guys, het is inmiddels maandag de volgende dag. Gisteren kwam Matthijs van het uit eten, dat echt ontzettend lekker. Heerlijk kreeft gegeten. Het zat er nog meer op oesters, kokkies. Trouwens, dan heb ik dit gezegd. Het was zo lekker. Voorafje had ik lekker stik tataar. Oh, dat was zo top. En ja, toen kwamen Stans ouders thuis. Die waren 2 weken op vakantie geweest. Dus daar hebben we eigenlijk heel de tijd natuurlijk mee gepraat, bijgekletst. En toen gingen we slapen en was echt ontzettend moe. Vandaag ben ik thuis. Morgen ga ik naar Barcelona. Dus be prepared for the next vloggie. Nou jongens, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vergeet het natuurlijk zeker niet. Ik hoop dat jullie de vlog nog heel leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet. Geef een duimpje omhoog als je net in de Barcelona vlogs. Let me know of ik de vlogs daily moet doen of weekly. Ik ga maar 4 dagen. Dus moet ik dagelijks vloggen of 1 week vlog. Ik kijk wel even. Maar ja. Vergeet ook niet om op mijn kanaal te abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet niet te supporten. En op de rekening op te klikken. En wil je nog meer stalken? Dan ben je me volgen op Instagram. @zelfvoert. Dat was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!